Goedendag dames en heren, fijn dat jullie weer kijken naar weer een nieuwe Variant Zorgvlog. Mijn naam is Bram Kemper en zoals altijd neem ik jullie mee in de wondere wereld van Variant. Zoals jullie kunnen zien zit ik op dit moment in de auto, want ik ga naar Edgar toe. Edgar is een Variant medewerker en Edgar die kwam ik laatst tegen. En Edgar heeft een hele erg bijzondere hobby. Hij maakt namelijk decoratieve urnen. Hij liet twee foto's aan me zien en ik wist eigenlijk meteen, hier wil ik meer van weten. Ik zei wel tegen Edgar, hou maar op. Ik wil gewoon dat andere mensen zien wat jij maakt. Want het is zo bijzonder dat hij dit doet. Het is echt prachtig. Ik ga nu in de auto onderweg naar hem. Beetje spannend. Het is namelijk de tweede keer dat ik in de Variant auto mag rijden. Ik heb mijn rijbewijs dus ook nog niet zo lang. Ik hoop dat ik daar heel aan ga komen. Het is ook glad buiten. Dus we gaan het zien. Ja, hou jullie vast en duim voor me. Oké. Gaan we, jongens. Het is wel handig inderdaad als ik dan ook nog even de locatie intik, jongens. Begint nou al. Bloednerveus. Ja, dat is niet handig. Word Jandori. Ik kan dat ding nergens kwijt. Nou, we zijn aangekomen. Alles ging mis, jongens. Mijn navigatie viel op de grond. Mijn camera die viel om. Volgens mij zat er zelfs politie achter me. En ik denk, nou, waarschijnlijk word ik gewoon aangehouden. Helemaal niks. Maar we zijn aangekomen. Dus ik ga nu naar binnen. En dan laat ik Edgar mij meenemen in zijn wereld. En ik hoop dat jullie ook heel enthousiast gaan worden van wat hij allemaal doet. En laten we gewoon beginnen, jongens. Let's go! Nou moet ik op zoek gaan naar nummer 40. En het is hier... Pekglad, nou ook heel veel drap en alles. Verschrikkelijk. Dus we gaan een stukje lopen. Hey, daar is hij al, jongens. Hij klopt op het raam, hij zat op te wachten. 41 was het. Ik dacht nummer 40. Emma! Edgar! Hey, jongen, alles goed? Leuk man, hey. Het leuk dat helemaal ik... verkeerd. Ja, nee, ja, dit was de allereerste keer inparkeren voor me. Heb je het gezien, hoe ik het deed? Nee, ik heb het niet gezien. Nee? Ik keek toevallig naar buiten en ik zag je. Maar dit is de tweede keer voor mij dat ik in de Variant auto rijd. Dus, welkom. Ja, dankjewel. Nou, Edgar kwam ik, wat ik al eerder aangaf, twee weken geleden kwam ik tegen op basis van Kim. Kim zei, joh, kom erbij, want Edgar doet iets heel bijzonders. Edgar die maakt in zijn vrije tijd decoratieve urnen. Ja. Ik kreeg toen twee foto's te zien en toen zei ik al meteen, Edgar, zeg maar verder helemaal niks, want ik wil eigenlijk helemaal bleu hierin komen, zodat jij mij meeneemt in die passie die jij in hebt. In mijn wereld. Ja. Want kan jij mij vertellen hoe dat ontstaan is? Nou, ik vond altijd van dat het begrip van urn altijd as is, maar ik had zoiets van... als ik in iemand huis kom, dan zou ik graag een urn zien staan waarmee ik niks mee te maken heb. Ja. Alleen maar de persoon. Ja. Maar ik zou mijn dierbare wel in. Maar is het de bedoeling dat het is een urn? Ja. Maar als ik hem zou zien, moet ik weten dat het een urn is? Of moet het juist een onderdeel zijn van het huis? Het moet een onderdeel zijn. Een soort camouflage? Ja, het moet camouflage zijn. En ik moet me daar... de urn is van mij. Ja. Van mijn ouders bijvoorbeeld. Ja. Maar ik moet er wat mee hebben. Anderen hoeven niks mee te hebben. Anderen moeten de sier in zien. Ja. En waar mijn ouders zijn. Ja. En hoe ben je dan in de zorg beland dan? Dat als jongen... is dat mijn eerste richting geweest. Ik wou dicht bij mijn vader zijn. Mijn vader was timmerman bij een psychiatrische inrichting. En ik wou heel dicht bij mijn vader zijn. En vandaar dat ik dan in de buurt van mijn vader ben gaan werken. Zo werkte ik in de psychiatrische inrichting. Ja. Als broeder. Jeetje, Mina zeg. Ah, Edgar, dat is hetzelfde niet... stier die ik ooit heb verkocht. Maar ooit eens heb verkocht voor een Engelsman. En dit is de tweede stier. Maar dat zit er nog heel veel werk aan. Begrijp je? Die gaat zo open, kijk zo. Stop je vinger erin en haal het ook zo erin. Oh jezus, wat mooi zeg. En van wat is dit gemaakt dan?
Ook van klei. Van klei? Ja. Van klei. Maar dat moet je dan in een oven doen, toch? Om het hard te krijgen? Daarom laat ik hem een jaar staan. Want dat is klei die zelf droogt. Oh, die zelf droogt. En dan laat je hem 6 maanden goed staan. Begrijp je? Dit is mijn lievelingsstuk ook. Ik vind hem ook wel echt heel erg mooi. Kijk hem. Ik wil een vriendelijke koe hebben. Een vriendelijke stier. En daarmee ben ik bezig. Kijk. Hoe vind je hem? Ik vind hem echt heel erg mooi. Kijk, dit is ook een hele mooie stuk. Dit. Oh, grote handen. Sterke handen, weet je. Dat wou ik hebben, die is aanraakte. Dit vind ik ook een hele mooie stuk. En die gaat zo open, kijk. En is dit allemaal ook van datzelfde klei dan wat je gebruikt? Ja. Dus je schildert het dan ook? Of is dat het schuren? Schilderen en schuren. En, tegelijk? Ja. Het is niet zo van dat... het ontstaat als je klaar bent met kleien. De kleur er van... Er zitten ook 40, 30 lagen op. Nee, om hem hardheid te geven. En straks gaat alles in de glascoating. En dan krijg je een glaslaag eroverheen. En dan is hij klaar. Geweldig. Kijk, dit is een hele mooie stuk. Super deze vet. Niet een grote hand. Die vasthoudt, ja. Dat wou ik hebben. En hoe kwam je om dat te maken dan? Die handen, dat had je daar dan weer zo'n... Ik had zoiets van dat ik wil iets vasthouden, maar mijn handen moeten zo mannenhand zijn, grote handen zijn, weet je, echt van die vreselijke handen. Ja. Weet je, dat je ziet van dat het werke handen zijn. Ja. En dan dit kwam eruit. Ja, een naamplaatje daar zo erbij. Kijk, grote, lelijke handen. Zware handen. Dan nog grote, reuze handen. Geweldig. Dus ik krijg hem met het verhaal. Maar het verhaal, dat komt tijdens het werk. Ja, het lijkt alsof ik een beetje bezeten ben daarvan, weet je. Ik doe het en het verhaal dat ontstaat. Ja. Want ik krijg hem in mijn hoofd. En elk stuk heeft zijn eigen verhaal. Creëert ook zijn eigen verhaal. Geweldig. Zit erbij, je krijgt volledige pakket. Je hoeft niet in te spannen daarvoor. Nee. De uitkomst komt compleet. Dus daar hoef ik mij nooit druk voor te maken. Geweldig, Edgar. Het stuk ontstaat met zijn verhaal. Ja. En eindigt ook met een verhaal. En het is wat het is. Zo, ik zit weer in de auto. Wat moet ik zeggen, jongens? Ik ben echt overdonderd. Wat Edgar net allemaal mij heeft laten zien. Het is echt heel bijzonder wat deze man doet. En ik begrijp hem nu ook stukken beter wat hij probeert te doen. Die beelden ontstaan door zijn passie. Het is net alsof hij droomt. Hij droomt over iets en er ontstaat iets. Dus het was ook echt, ik ben nu ook best wel heel rustig. Want toen hij zo bezig was, toen kwam ik ook in een soort flow terecht. En dat was echt heel bijzonder. Ik vond het echt heel erg vet. Dus Edgar, als je dit ziet, nogmaals super bedankt dat ik aanwezig mocht zijn. Ik ga nu naar het kantoor toe, het oudje terugbrengen. Ik hoop dat ik het wel weer heel uit haal. Maar dat gaat vast wel goed komen. Ik ga bij deze dus de video afsluiten. Dus dan zeg ik natuurlijk allemaal weer. De dag is altijd florissant. Met een beetje variant. Tot de volgende keer.